Hier op de achtergrond komt nu de eerste GT voorbij. Hey jongens, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog van Indie Official. Ik ben op het moment onderweg naar Schiphol. Mijn vlucht van Schiphol naar Faro vliegt om 16:30. Vanavond zal ik in Portimao zijn om alles voor te bereiden met de jongens. En dan hebben we lekker een tweedaagse test. Bij het team van Black Falcon weer, dus hetzelfde team als waar ik mee reed in Dubai. Ik hou jullie helemaal op de hoogte de komende twee dagen. En dan zullen jullie zien hoe zo'n test nou verloopt in Portimao in de winter. Ik loop hier nu op het paddock van Portimao. Op de achtergrond hoor je de GT's rijden. We rijden vandaag met z'n drie op één auto. Op de auto waar ik ook in reed in Dubai. Met de oranje kleuren. Hij is een beetje gestrept, dus alle sponsoren zijn eraf. Maar het gaat best wel goed vandaag. We zijn met z'n drieën dan, dus we verdelen ook de dag over z'n drieën. We kunnen van 9 tot 1 rijden en dan van 2 tot 6. Ik heb net mijn quali sim gedaan en mijn race sim. Gingen beide redelijk goed. Ik moet nog wel erg wennen aan die GT, merk ik. In Dubai ging het een stuk makkelijker af. We rijden nu ook op een andere band, we rijden nu op de Pirelli. En zoals je ziet is het echt private testing. Je ziet alleen onze vrachtwagens daar. En voor de rest is er niemand hier aanwezig en kunnen we lekker vrijuit rijden. Dit is de truck waarmee de beide GT's worden vervoerd. En ik zal je een kleine rondleiding geven in het rijdersgedeelte. Hier gaan we naar binnen. En dan kom je meteen bij de pakken. Dat is een pak van een van de Porsche rijders. En zoals je ziet heeft iedereen zijn eigen box met naam erop. En dan kom je hier uiteindelijk bij de mijne. Ja. Niet heel veel bijzonders. Laptop bij me en mijn tas. Vanavond zal ik mijn pak achterlaten. En de douche. We kunnen ook gewoon douchen hier zo. En een mooie zitplaats. En dan heb je nu een kleine rondleiding gehad in de vrachtwagen. Deze vrachtwagen rijdt dus door heel Europa. Hij was niet in Dubai natuurlijk, want toen werden de auto's met de containers verscheept. Nu zijn ze wel met de vrachtwagen hier, dus kunnen we daar lekker gebruik van maken. En deze zijn eigenlijk bij alle races zijn die aanwezig, dus dat is wel mooi. En ja, het is natuurlijk behoorlijk gaaf hoe ze erbij staan en hoe alles erbij ligt. Het is natuurlijk ik denk dat deze nog een jaar oud is, deze vrachtwagen. Dus het is een behoorlijk gave vrachtwagen en best wel modern. Het is niet bij alle teams dat het zo georganiseerd is, maar bij Black Falcon is dat wel het geval en dat is natuurlijk toppie. Volgens mij daar helemaal niemand meer, het ziet er een beetje leeg uit. Maar goed, het restaurant staat er wel. Het is echt een supermooi circuit, maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Mooie pitstraat, mooi pitgebouw met podium daar. Ik sta nu in de wedstrijdleiders zijn hokje. Waar hij normaal zijn wedstrijd aflag, zijn wedstrijd start en alles bijhoudt.
prachtig circuit hier in de Algarve. Het heet ook Internationaal of Autodromo Internacional de Algarve. Het ligt hier in het zuiden van Portugal, 3 kwartier van Faro. Het is hier lekker in de winter, zoals je ziet schijnt het zonnetje. Het is niet heel warm, het is gewoon 12 graden. Maar de zon maakt het er wel, zorgt er wel voor dat de test hier aangenaam is. En dat het ook een ideale testplek is om de auto te prepareren voor het zomerseizoen. Hier op de achtergrond zie je een stukje circuit. Ik sta bijna op een van de hoogste punten van het circuit. Daar zo heb je de kantine met de pitboxen. De U-bocht. En dan heb je hier de helikopterplaats voor de Royals. Die hou je natuurlijk ook. Hier de blinde bocht. Dus als je komt aanremmen weet je niet waar je naartoe gaat en wat er komt. Het is altijd wel lastig en tricky. Dus wel super gaaf. En daar zie je hoe steil het naar beneden gaat. Het is wel een circuit met behoorlijk wat hoogteverschillen. Daar heb je vaak wel het probleem dat de auto de grond raakt met de onderkant. Maar het is wel een super vet circuit om op te rijden. Ik ben hier al een paar keer geweest. Ik heb hier gereden tijdens mijn formuleseizoen, dus met Formule 3. In mijn eerste seizoen met Formule ADAC. En het leuke hierin is dat ik op dit circuit ooit mijn eerste test heb gedaan in een GT3. Bij het team van HTP. Ging toen ook erg goed. 2 maanden later mocht ik er weer heen. Want toen ben ik uitgenodigd door AMG voor de Young Driver Test. Waarvoor ik geselecteerd was. Dus dat was super gaaf. En dat heeft allemaal hier plaatsgevonden. Dus het is altijd leuk om terug te komen op Portimao. Voor mij heb ik leuke herinneringen aan. Vergeet niet, als je dit bericht leuk vindt en deze video's leuk vindt. En dan kijk je in de achtergrond bij een team en bij mij op het circuit. Geef dan een duimpje, geef een like en dan kan ik me de volgende keer daar weer op inspelen. Als jullie dit hartstikke leuk vinden om te zien, dan ga ik hier meer video's van maken gedurende het seizoen. En dat is natuurlijk super gaaf. We staan hier nu in de laatste bocht. Hele tricky bocht gaat van boven helemaal naar beneden en dat geeft wel een raar effect in de auto. Hier op de achtergrond komt er de eerste GT voorbij. De andere GT komt er zo aan. En ik wou je even een kijkje geven in de bocht. Dus kijk hoe dat gaat. Dan ga je het lange rechte stuk op. En je ziet dat daar best wel een heuvel in zit. En dat zit daar zo. Daar zit best wel een heuvel in. En dat is ook al. Deze bocht lijkt in principe vol gas. Maar als je daar op aankomt, dan gaat de auto, doordat de circuit naar beneden loopt, gaat de auto omhoog. En heb je geen druk meer op de wielen, waardoor die gewoon helemaal naar buiten glijdt. Dus je moet een klein beetje liften om de bocht goed te kunnen nemen. En het gaat zo met zo'n snelheid van ongeveer 180. Dus dat is redelijk snel voor zo'n auto. Weer onderweg naar het circuit voor dag 2. Vandaag zal ik de middag opnemen, dus ik zal niet de hele dag rijden zoals gisteren. Ik deel de wagen weer met Adam en we gaan kijken wat we weer verder kunnen vinden in de setup. Na alles te besproken hebben gisteren weten we wel een beetje welke kant we op moeten gaan. Dus we zullen zien of de auto verbetert en dan kunnen we er weer lekker de hele middag knallen. Ik heb er zin in, ik ben nu alvast op het circuit om een beetje naar mijn teamgenoten te kijken. En een beetje zo rondrijden langs het circuit, want wat normaal niet mag tijdens een race, mag nu wel. Je mag gewoon overal kijken en doen. Ik sta hier nu op het vliegveld van Faro, op het punt om te vertrekken. Net de laatste stint gereden, ging erg lekker. Ik mocht van 3 tot 4 even in de auto zitten en dingen proberen die mij persoonlijk zouden helpen. We zaten namelijk een beetje gewoon dingen te experimenteren en sommige rijders die houden wel van bepaalde dingen, andere rijders niet. Dus net was het mijn beurt om mijn preferenties om mijn preferenties op de auto te zetten en het voelde aardig goed en ik ben tevreden over de 2 dagen. Weer de auto beter leren kennen was natuurlijk belangrijk voor de nieuwe Mercedes GT. Want ik moet de auto toch wel kennen voordat het seizoen begint. En zeker weer een ervaring rijker.
We staan hier nu op het vliegveld. Ik sta op punt om, om mijn huurauto terug te brengen. Het was wel een merk waar ik normaal ook wel eens mee rijd. De Renault Clio. En natuurlijk niet de Clio, maar dan heb ik, het natuurlijk over de Renault Sport RS01. Super gave bak. De Clio is iets minder krachtig. Maar je weet wat ze zeggen, hè? Don't be gentle. Ik ga me niet afmaken, want zo direct gaan ze me daarop pakken. Ik ben al altijd heel voorzichtig, dus het komt helemaal goed. Ik stap direct het vliegtuig in en ik zie jullie weer in mijn volgende vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Klik dan duimpje omhoog, geef een like. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan snel op Indie Official en volg mijn raceleven gedurende het seizoen van 2016. Hoi!